Wat gaat CM doen vandaag? Sporten. Ga je sporten? Ja. Nou, dan ben jij de enige in dit gezin die sport. Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een hele leuke video, want ik ga het vandaag hebben over een merk waar ik het nog nooit over heb gehad. Ik heb nog nooit iets gebruikt van dit merk en dat is Colourpop. Iedereen die mij Make-up Black Friday haul unboxing video heeft gezien, die heeft gezien dat ik daarin heb verteld dat ik met Black Friday allemaal Colourpop make-up heb gekocht. Want de Colourpop make-up komt vanuit Amerika. Het is altijd super duur om het naar hier te krijgen. Maar nou hadden ze dus gratis verzending. Ongeacht van hoeveel je bestelt, je had gewoon gratis verzending wereldwijd. Dus als je gewoon je pakketten onder de 22 euro houdt, hoef je en geen verzending te betalen en geen douane, kostte niks. Dus ik heb een aantal make-upjes ingeslagen, zoveel als ik kan voor een volledige look. Veel was ook al uitverkocht en veel producten hebben ze gewoon niet. Dus ja, ik heb gewoon zoveel gepakt als kan. En ik heb ook de kleuren qua foundation en zo gewoon een beetje gegokt. Dus ik hoop dat het allemaal goed is. Ik heb toen in die video ook niet laten zien wat ik had besteld. Want dat wilde ik als verrassing laten voor nu. Ik heb er wel echt heel lang over gedaan voordat deze video kwam. We zijn al echt al een aantal weken verder. En voordat deze video online komt is het ook alweer vanaf vandaag 2 weken verder. Want ik werk altijd best wel veel vooruit qua video's. Maar dat maakt niet uit, want je kunt het allemaal gewoon nog kopen. En het is allemaal super betaalbaar. Ik heb ook sinds ik toen heb besteld, ik had me ook aangemeld voor de nieuwsbrief. En ik heb sinds die tijd al best wel vaak e-mails gehad van hun van sale. En nog een keer gratis verzending. En dat soort dingen. Dus ze hebben best wel vaak van die acties. Dus dat is wel fijn voor ons. Dan kun je lekker betaalbare make-up inslaan. Nou, de intro is nou wel lang genoeg, denk ik. Geef me vooral een like en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dat wilt. En dan gaan we snel door met de video. Nou, het is vandaag een hele betaalbare video. Al mijn sieraden van vandaag, deze ringen en mijn oorbellen, zijn allemaal van de AliExpress. Ik zal de linkjes ook onder de video in de beschrijving zetten. Laten we beginnen. Iets wat ik niet heb van Colourpop is een primer, want volgens mij, als ik me goed herinner, hadden ze die wel, maar was die uitverkocht. En als dat niet het geval is, dan hadden ze hem gewoon niet. Dus ik ga gewoon mijn Catrice Prime and Fine primer gebruiken. Dagcreme heb ik al opgedaan. Doe ik nou dit over mijn hele gezicht. Deze primer is ook echt super fijn en echt heel erg betaalbaar. Oké, dan foundation. Ik heb hier de Colourpop No Filter Foundation. Deze is $12 en omgerekend is dat dan ongeveer 10 euro. Even kijken. Ik heb hem in de kleur medium 90. Dus ik hoop dat dat een beetje goed is. Zo ziet de foundation eruit met allemaal van die schattige sterretjes. Ik vind hem er wel echt heel cute uitzien. Er zit 25 milliliter in. Dat is iets minder dan normaal. Normaal is ongeveer 30. Maar goed, het is wel echt heel goedkoop. En heel klein, dus handig om mee te nemen. Ik heb trouwens gisteren van Boosie Shop deze spons van hun gehad. Ik ben hier wel benieuwd naar. Die heb ik ook nog nooit gebruikt. Dan gaan we hem gewoon even zo indrukken. Ja, ik denk dat de kleur wel matcht. Hij is goed geel. Ze hebben best wel veel kleuren. En ook veel kleuren met een gele ondertoon. Dus vooral de meiden met mijn huidskleur. Deze kleur gaat echt perfect zijn voor jou. Er staat op de website dat hij een naturel matte finish heeft. Tot nu toe zie ik dat ook wel. Ik vind dat op zich wel een fijne finish. Oké, mensen, ik vind de spons niet zo fijn. Het is dat ik te lui ben om mijn andere spons nat te gaan maken. Anders was ik nou echt al wel veranderd van spons. Ja, hele mooie naturel matte finish. Het klopt helemaal wat ze zeggen. Het is een medium dekking. Ja, ik vind hem heel mooi. Wat ik wel minder vind aan de verpakking is dat ik niks heb om hem dicht te doen. Hij is gewoon echt zo. En zo moet je hem dan ook bewaren. Je kunt hem wel dichtdraaien, dat wel. Dan heb ik hier ook de Colourpop No Filter Concealer. Ik heb hem in de kleur Light 16. Qua concealer wil ik qua kleur altijd een lichte beige kleur. Dus licht met een gele ondertoon. Deze lijkt wel echt heel licht. Maar we gaan hem gewoon proberen. Deze concealer kost $6 en dat is ongeveer 5 euro. Hij heeft ook gewoon zo'n fijne applicator. Oeh, hij is heel mat. Dat zie ik al echt gelijk. De kleur is heel licht. Ja, ik hou ervan. In principe is het wel iets te licht eigenlijk. Maar ja, whatever. Ik vind dat altijd wel gewoon mooi. En nou ga ik hem weer uitblenden met deze irritant spons. Ik blend het ook gelijk op mijn ooglid om het als primer te gebruiken voor de oogschaduw. Wauw, hij blendt echt heel makkelijk mee. Dat vind ik al wel heel fijn. Oké,
Oké, hij is wel echt absoluut geen volledige dekking. Dat wil ik altijd wel persoonlijk van een concealer. Ik gebruik alleen maar concealers met een volledige dekking. Maar dat is meer een persoonlijke voorkeur. Dit is meer een naturel finish. Je kunt ook hier echt nog een beetje donkerheden zien. Donkerheden, ik weet niet of dat een woord is, maar whatever. Ik ga gewoon iets meer aanbrengen. Misschien dat het helpt. Oké, ik wil heel even iets meer up close komen. Ik heb een vrij droge huid. En ik zie hier ook dat het hier op mijn neus heel droog aan het worden is. En hier bij mijn voorhoofd ook. Dus voor een hele droge huid gaan deze twee foundation en concealer niet echt heel geschikt zijn, denk ik. Oké, ik heb verder niks qua losse poeder of contour of zo, want dat hebben ze allemaal niet. Dus dat ga ik eventjes snel opdoen en dan kom ik zo weer terug en dan gaan we verder met de ogen. Oké, daar ben ik weer. Ik heb gewoon even gebaked en mijn gezicht gecontoured. Ik heb ook een beetje fixing spray gesprayed om de droge bedoeling een beetje te proberen te fixen. Maar mijn neus en hier bij mijn voorhoofd, oh, is echt... It's a mess. Oké, voor de ogen heb ik natuurlijk een oogschaduwpalet, want daar hou ik van. Ik heb hier het Perception palet. Deze is in samenwerking met Shayla. Shayla is een, vooral een Instagrammer die make-up doet, maar ze heeft ook een YouTube kanaal. En daar doet ze allemaal make-up. En dit paletje is dus in samenwerking met haar. Deze is $23 en omgerekend is dat ongeveer €20. Ik heb wel een soort van een beetje spijt van dit paletje. En niet per se om het paletje, maar om de samenwerking. Want dat meisje, Shayla, ja, obvious ken ik haar niet persoonlijk, maar gewoon vanuit social media. En ik weet niet, ze lijkt een beetje een mean girl. Ik weet niet of ze dat echt is, maar die indruk... krijg ik altijd van haar. En als ik één soort vrouw haat, is het Mean Girls. Ik ben echt van de aardige vrouwen, lieve meiden, leuke, lieve, aardige, positieve meiden. En zij komt altijd een beetje over als een beetje een gemene, bitchy Mean Girl. Ik weet niet of ze dat is, nogmaals. Maar zo komt ze wel over op mij. Ondanks dat heb ik toch dit paletje gekocht, omdat ik hem wel gewoon mooi vind. Want zo ziet de verpakking eruit. Het is een hele mooie verpakking. Echt niet te groot, niet te klein. En je hebt een spiegeltje en dit zijn dan de kleuren. Zoals je kunt zien, de kleuren zien er heel mooi uit. Dat heeft ze echt heel goed gedaan. En ja, ik wil hier gewoon even een snelle look mee maken. Niet te moeilijk. Ik ga stoppen met dat te zeggen. Altijd als ik zeg, ik ga een ooglook maken die makkelijk is en snel is, dan wordt dat nooit. Dus dat ga ik gewoon nou niet zeggen. Ik pak eerst deze licht matte bruine kleur. Die heet Culture. En daarmee ga ik in mijn hele arcadeboog. Oeh, die is best oranje. Ik heb echt die kleur gepakt, niet die kleur. En hij is echt super oranje. Ik had hem niet zo oranje verwacht. Maar goed, we gaan er gewoon mee werken. Ik ga hem gewoon zo helemaal uitblenden in mijn crease. Ik pak ook nog even deze hele lichte champagne kleur. Glanzende champagne kleur. Die heet Unbothered. En die ga ik nog even snel onder mijn wenkbrauwen doen. Voordat ik verder ga met het look. Dan pak ik deze meer rood-oranje kleur. Die heet Revenge. En die ga ik ook in mijn arcadeboog doen. Ik wilde eigenlijk die echte oranje kleur pakken nou. Maar omdat die eerste kleur al zo oranje was. Heb ik het toch maar gewoon even overgeslagen. Dan pak ik deze donkere bruine matte kleur. Die heet Play. Out. Deze pak ik met een iets kleinere fluffy kwast en die ga ik in de buitenste ooghoek aanbrengen. Deze is echt heel donker, heel mooi. Ik ben blij dat hij ook echt zo donker is op mijn oog. En ik blijf met deze alleen in de buitenste ooghoek. Wauw mensen, kijk even. Dit is echt heel donker. Oh, ik ben echt blij dat hij gewoon ook echt donker is op mijn oog. Donkerbruine, matte kleuren zijn toch niet altijd het beste in de paletjes. Maar deze doet wel echt gewoon wat hij moet doen. Daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Een kleur die ik graag had gezien in dit paletje zou een kleur zijn tussen deze en deze in. Want het verschil tussen deze donkere kleur en de wat lichtere kleur is best wel groot. Het was fijn geweest als we ook een kleur hadden gehad daartussenin. Maar ondanks dat blendt het zo prima samen eigenlijk. Dan pak ik even weer deze Colourpop concealer en daarmee ga ik een halve cut crease maken. Ik heb de cut crease iets hoger gebracht omdat ik het vandaag iets meer extreem wilde hebben. Deze concealer is best wel nat en vloeibaar, dus ik pak even een losse poeder. En daarmee ga ik het heel eventjes afpoederen. Dan pak ik deze hele mooie beetje roze, rode, rosé glanzende kleur. Wat een beschrijving. Deze heet Strut and Slay. Kijk, geswatcht op mijn hand. Echt een hele mooie kleur. Hij is een beetje rosé oranje of zo. En deze kleur breng ik aan over de hele cut crease. Oké, er komt letterlijk niks vanaf. Ik heb mijn kwast ook nat gemaakt met fixing spray. Oh, oké, nou wel. Gelukkig. Is dit weer zo'n kleur die je met je vinger moet aanbrengen? Nee, met je vinger aanbrengen maakt het niet per se beter.
Deze kleur heeft wel heel veel fallout, maar dat kun je er gewoon zo van afvegen. De kleur is echt heel erg mooi. Het kostte me wat moeite om hem aan te brengen. Uiteindelijk lukt het wel en de kleur is ook echt heel mooi. Het kost gewoon iets meer moeite. Dan pak ik weer die donkerbruine matte kleur, Played Out. En dan ga ik deze twee kleuren een beetje in elkaar blenden hier. Met die kleur ga ik ook over mijn hele onderste wimperrand, van buiten tot aan binnen. En dan pak ik weer die rood-oranje kleur, Revenge. En daarmee ga ik er iets onder om het uit te blenden. Dan pak ik weer deze lichte glanzende kleur, Unbothered. En die doe ik in mijn binnenste ooghoeken. Oh, die kleur is echt prachtig. Er komt ook heel veel glans vanaf. Oké, dan is de look met dit paletje af. Wat vind ik ervan? Ik vind de pigmentatie van dit paletje super, super goed. Alle kleuren zijn heel goed gepigmenteerd. Ik had qua blending, ze blenden ook echt heel mooi in elkaar. Ik had met deze glanzende kleur wel een beetje moeite om het aan te brengen. Maar uiteindelijk brengt hij wel goed aan. En dat is toch wel het belangrijkste, ondanks dat het maar iets meer tijd kostte. Hij is dus 20 euro. Je krijgt best wel veel kleuren. Is dit nou echt het beste paletje die ik hier heb? Nee, ik heb goedkopere paletjes die ik beter vind. Want ja, hij kost gewoon iets meer moeite, maar vind ik hem slecht? Absoluut niet. Oké, ze hebben voor de rest geen eyeliner, mascara, oogpotlood, nepwimpers. Dus die ga ik even allemaal opdoen van andere merken. Ik pak even mijn Kiko oogpotlood in de kleur 4. Dit is gewoon een bruine kleur en die ga ik in mijn hele waterlijn doen. Dit is by the way de ooglook van iets meer close-up. Op zich is hij echt heel erg mooi. Oké, ik ben blij met hoe de look uiteindelijk is geworden. Dan pak ik mijn HEMA eyeliner pen. Dit is echt de beste eyeliner pen ever en hij is maar 4 euro. En ik ga hiermee een wing maken. Ik heb al lang geen wing gemaakt, dus het werd weer tijd om een leuke wing te maken. Dan pak ik mijn groene Essence Lash Princess mascara om een beetje mascara aan te brengen op mijn bovenste en mijn onderste wimpers. Oké, ik heb ook even snel nep wimps opgedaan. Ik heb deze op van de AliExpress. God weet welk design. Zoek op 3D mink lashes en je vindt het gewoon allemaal mooi. Dat doe ik zo ook. Ik heb ook geen bronzer van Colourpop. Die hebben ze volgens mij wel, maar die was volgens mij uitverkocht. Dus ik gebruik deze BH Cosmetics Studio Pro poeder in de kleur 250. Deze hebben jullie gezien in mijn BH Cosmetics video, hoe fijn ik die vond. En ik vind hem oprecht fijn. Het is niet dat ik gewoon zomaar wat zeg. Dus deze ga ik eventjes opdoen. Als blush heb ik de Colourpop Super Shock Blush. Deze zijn $8. Dat is omgerekend ongeveer 7 euro. Ik heb hem in de kleur Between the Sheets. Het was echt heel erg gokken qua blush kleurtjes. Want deze leek best wel donker. Maar toen ik hem op een foto zag bij een meisje, vond ik hem weer wel mooi. Hij is gewoon mat. En dit is hij dan. Hij is ook best wel groot. Kijk op mijn hand. Het is gewoon bijna mijn hele handpalm. Ja, dat is misschien een beetje overdreven, maar in ieder geval... Is dit een cream? Ik wil dan gaan swatchen, maar hij swatcht als een cream. Oké. Dit is hem dan. Op mijn hand is hij lichter dan in het ding. Kijk, dit verschil. Of licht naar mij. Ik vind de kleur heel mooi. Oh mijn god, volgens mij is dit een cream. Ik ga even kijken op de website hoor jongens. Ja, als je dus klikt op meer informatie staat er ook long wearing cream powder. Cream powder. Is het nou een cream of is het nou een poeder? Ik snap er echt geen drol van. Volgens mij is het gewoon een cream. Ik ga hem gewoon aanbrengen met mijn beauty blender. Ik ga er gewoon zo in. Ja, ik heb nou al wel poeder op mijn gezicht, maar wat hoor. Er komt een heel klein beetje kleur vanaf. Niet heel veel. En ik heb echt veel. Ik ga echt erin, hè jongens. Ik ben echt erin aan het gaan. Maar er komt niet echt heel veel kleur vanaf. Op zich is dat ook wel weer iets goeds. Dan wordt het in ieder geval niet te veel. Ja, zo vind ik het wel genoeg. Ik vind de kleur wel mooi. Dus zal ik hem ook gewoon met mijn blushkwast aanbrengen. Ja, op zich lukt dit ook wel. Het gaat niet per se makkelijker dan met een spons of zo. Maar het is in ieder geval wel opbouwbaar. Hele aparte formule. Ik ga toch weer in met mijn spons. Dat vond ik toch iets mooier. Ik ben normaal echt niet van de cream blush, cream bronzer, cream highlighter. Ik ben altijd echt gewoon van de poeder. Maar ik moet zeggen, ik vind dit best mooi. Ik vind dit echt niet zo slecht. Ook al is het niet echt per se mijn ding. Hij gaat ook gewoon mooi op de rest van de make-up. Het is ook gewoon niet too much. Je kunt hem ook opbouwen. Kost je wel iets meer tijd omdat je hem dus moet opbouwen. Ik vind dit op zich echt niet heel slecht. Ik heb wel echt te veel aangebracht.
Maar ja, wanneer niet, hè? Ik heb ook een highlighter. Laten we hopen dat dit geen cream is. Dit is de Super Shark Cheek Highlighter. En ik heb hem in de kleur Lunch Money. En deze is ook $8, dus €7. Zo ziet hij eruit. Ze zijn in principe allebei even groot. Hele mooie lichte champagne kleur. Dit is dan Lunch Money. Echt mijn kleur. Ik hou van dit soort kleuren. Mensen, dit voelt echt zo raar. Het voelt zo zacht aan. Het voelt oprecht aan als een kat of zo. Alsof je een kat uit. Pak ik mijn highlighter kwast. Dit is de Morphe R36. Oh, er komt echt gelijk heel veel vanaf. Oké. Dit is ook een cream powder. Net als die van net. Oh my god, dit is echt super raar. Je kunt hem ook zo met je vinger aanbrengen, aangezien het een cream poeder is. Ik heb wel echt overdreven met die blush. Hij is veel te hoog. Oké, echt heel apart. Ik heb nog nooit zoiets gebruikt. Ik vind het wel mooi, maar ik had er anders mee moeten omgaan. Als ik dit wist van tevoren, had ik het misschien anders aangebracht of zo. Maar ja, deze zijn heel apart. Ik denk niet dat iedereen dit fijn gaat vinden. Het is echt een mix van een poeder en een cream. Ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind, maar ik vind het niet slecht of heel goed of zo. En dan als laatste de lippen. Ook dit is een samenwerking met een beauty influencer. Dit is de ColourPop Wet Bundle. Je hebt een blauwe wet en een rode lid. Dit is een samenwerking met Bradman Rock. Hij heeft een blauwe versie, de wet collectie en een rode collectie. En dan heb je deze lipbundels. Je hebt ook een oogschaduwpalet per bundel. Maar ik heb echt alleen maar de lippen gepakt, want ik vond deze het mooiste uitzien. En de bundel is $16. Dat is ongeveer €14. Maar er is wel echt heel vaak sale. Nou is er ook weer sale. Dus ja. Nou, wat krijg je in de bundel? Je krijgt drie dingen. Je krijgt een bruin lippotlood. Deze kleur. Ik hou van bruine nude lips. Dus dit sprak me echt aan. Dit is die kleur. Wow, hij swatcht echt super creamy. Je krijgt een satijnen liquid lipstick. Dit is in de kleur She Cute. En dat is dus deze kleur. Een beetje een peachy roze. En je krijgt een ultra glossy lip gloss. En dit is in de kleur Kumquat. En dat is hier dus die gloss. Je kunt hem niet heel goed zien, maar het is een beetje een doorzichtige gloss met een beetje een blauwe kleur erdoorheen. Een lichtblauwe kleur. Echt gewoon precies wat je hier in deze flacon ziet. Oké, dan begin ik eerst met het lippotloodje om mijn lippen te omlijnen. Wow, dit lippotloodje is echt geweldig. Super creamy, super bruin, heel erg gepigmenteerd. Ik vind deze echt heel erg fijn. Dan de liquid lipstick. Dit wordt dus een beetje zo'n ombre. Wauw, heel mooi. Deze twee samen, echt heel mooi. Deze heeft ook een satijnen finish, dus hij wordt niet volledig mat, maar gedeeltelijk mat. En dan als laatste de gloss. Ik hou van glossjes. Ik draag altijd glossjes omdat ik gewoon hele droge lippen heb. Dus ik ga deze er even overheen doen. De gloss ruikt ook echt heel lekker. Nou, dit waren alle producten. Dan nog een beetje setting spray en dan zijn we klaar. Nou mensen, ik vond het echt super super leuk om dit merk uit te proberen. Dit is dan hoe de look is geworden. Het is voor mijn doen best wel naturel. Het is wel full glam, maar qua kleuren is het allemaal best wel draagbaar en te doen voor een leuk feestje of wat dan ook. Ik zal het even hebben over alle producten. De concealer en de foundation. Mijn huid is hier gewoon te droog voor. Het is absoluut allebei een volledige matte dekking. Ook al staat er op de website iets van een lichte matte dekking of zo. Maar het is allebei gewoon super mat. Ik denk dat deze beter zullen werken als je een vettige huid hebt. Het oogschaduwpaletje heeft mij absoluut niet gewauwd of zo. Hij is gewoon een mooie kleur. Je kunt er veel looks mee maken. Ja, de glanzende kleur kostte mij wat moeite. Maar qua blending en pigmentatie is hij echt gewoon prima. Het is gewoon een oké palet. De aparte cream poeder, highlighter en blush. Ja, ik vind het absoluut niet slecht. Je moet er wel een beetje mee kunnen werken. Je moet het dus anders gebruiken dan met een gewone poeder. Ik ben absoluut meer een fan van gewoon normale poeders. Maar normaal, ik schrijf creams echt gewoon bijna altijd meteen af. Ik vind ze altijd super slecht, niet werken. Maar toch, omdat dit een beetje een poeder-cream combinatie is, vind ik ze toch wel mooi en best wel werken. Ook qua kleur vind ik het heel mooi, dus deze vind ik in principe prima. En de winnaar van vandaag is deze lipset. Kijk deze nude kleur. Dit is al heel snel mijn favoriete nude combo. Deze drie gecombineerd samen, super prachtig. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ze ook gewoon alleen opdoen of mixen met andere lipsticks. Maar deze drie, vooral ook het potloodje, super mooi. De gloss mooi. Deze satijnen liquid lipstick mooi. Deze zijn echt geweldig. Deze raad ik echt
alle drie zeker aan. Nou, dit was het dan voor vandaag. Hier zijn nog twee video's die je ook kunt gaan bekijken in mijn hoofd om makkelijk te kunnen abonneren. Vergeet ook niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan, want video's maken kost super veel moeite en energie. Dus als je hem leuk vindt, vergeet absoluut niet te liken. En dan zie ik jullie weer snel bij mijn volgende video's. Ik plaats twee video's in de week. Doeg!